onze kinderen leren we om bezig te zijn met de berg. En niet met het beklimmen van de berg, maar alleen met de berg. Resultaat in plaats van proces. Precies. Ja. En dan is de volgende berg, ja, die doemt alweer op, weet je wel. Ja. En zo gaat het maar door. En het is een soort rat race. We zitten in zo'n treadmill en daar rennen we maar door. En we hebben eigenlijk niet meer de... we gunnen onszelf niet meer het moment om uit te zoomen en te kijken van, ja, maar wat drijft ons nou echt? Wat zit er nou, hè? Wat vinden we nou echt? Wat geeft ons nou energie? Ja. Ja. Waar halen we purpose uit? We zijn alleen maar bezig met profit boven purpose. Dat is eigenlijk wat ik het grootste probleem van de prestatiemaatschappij vind. Je hoorde zojuist Sebastian Mennis, ondernemer, spreker en binnenkort ook auteur. Sebastian werd uitgeroepen tot een van de meest veelbelovende ondernemers van Nederland. Echter door een burn-out, later ook een depressie, kwam hij weer bij zijn moeder op de bank terecht. En door deze negatieve periode is hij gaan nadenken over wat dat precies drijft. Of zoals hij heel mooi zegt, wat zijn purpose is. En we hebben een heel tof gesprek, een heel oprecht gesprek over uiteraard deze negatieve periode. Maar ook over ondernemen. We hebben het over persoonlijke ontwikkeling. Over de voor- en nadelen van de huidige maatschappij. En uiteraard over zijn nieuwe platform CutTheCrap.me en het gelijknamige boek. Veel kijk- en luisterplezier. En dit is aflevering 9 met Sebastian Mennis. Welkom. Dankjewel. Welkom, welkom. Hey, ik begin mijn podcast altijd een beetje met waar jij bent begonnen. Ja. Dus vertel eens, je bent, nou, ik zei net al, op 17-jarige leeftijd ben je wat begonnen. Ja, ik was 17 en ik zag eigenlijk een kans, want het was net, de euro was net ingevoerd. En ik ben echt voetballiefhebber en je had toen voetbalshirtjes. Die waren ineens, nou ja, bijna twee keer zo duur geworden. Oké. Toen zag ik een kans, omdat in de productielanden, daar werden ze gewoon van, ja, het viel natuurlijk allemaal van de vrachtwagen daar. Dat kwam op eBay terecht. Maar eBay was op dat moment nog niet heel erg bekend, want je moest een creditcard hebben. Dus ik ging met mijn vaders creditcard ging ik die dingen dan importeren. Ik had zelf een webshopje in elkaar geprogrammeerd en die verkocht ik dan in Nederland door. Ja. Ja, en dat ging als een trein. Dus ik had heel snel mijn eigen bijbaantje eigenlijk gecreëerd. Alleen toen, ik weet nog goed dat mijn vader op een gegeven moment zoiets had van, joh, wat ben je allemaal aan het doen met mijn creditcard? Weet je wel, zonder KVK-nummer, want ik was 16 of 17 en ik mocht nog geen ondernemer zijn, dan moet je 18 zijn. Ik had wel handlichting aan kunnen vragen, maar dat las ik pas jaren later, weet je wel. Dus dat was eigenlijk zo'n ding van, ja, weet je, het loopt wel, maar het is niet echt legaal of zo, of liever gezegd echt niet legaal. Maar wat ik ook merkte was dat het was alleen maar, er kwam een pakketje binnen en dat ging van A naar B. En dan lag gewoon mijn purpose eigenlijk niet. Weet je wel? Ja. Ik voelde al van, dat is niet echt wel iets waar ik vrolijk van word. Dus toen ben ik gaan freelancen en websites gaan maken. Zoals al die jonge gasten in die tijd. Weet je, iedereen kon wel een beetje web. Nou, als je een beetje websites kon maken, dan kon je gewoon je boterham verdienen. En dat deed ik naast mijn studie. En eigenlijk al snel, ik deed Business Studies, Universiteit van Tilburg. En ik vond eigenlijk het studentenondernemen veel leuker dan het studeren. Dus ik skipte ook allemaal colleges, weet je wel. En ik ging gewoon lekker ondernemen. En dat vond ik heerlijk. Ja. Gaaf. Ja. En zit het ondernemen, zit dat een beetje bij jullie in de familie? Of is het er echt helemaal... Ja, het zijn wel allemaal redelijke avonturiers. Mijn vader die is in Singapore geboren. Mijn oom, na de oorlog is mijn opa, die is naar Singapore gegaan. En zijn oom, die was daar in Singapore, was die echt de... Ja, weet je wel, echt een handelaar. Okay, allemaal dingen. Ja. En het was ook wel een beetje een boef. Ik geloof dat hij allerlei tabak achter de Japanse linies vandaan, weet je wel. Dus het was... Maar ik heb ook dat huis waar die gasten... Er wonen nu Chinese diplomaten, onbetaalbaar nu. Okay. Maar hij had dus tegen mijn opa gezegd van... Joh, dat is prima als jij naar Singapore wil. Dan krijg je van mij een enkeltje. En dus als je terug wil, dan moet je het zelf maar horen. Ja. Dan moet je het zelf maar doen. Dus het zit in die zin wel in de familie. Ik denk dan toch het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus dat zit er wel in. Oké. En je bent dus... je was dus tijdens je studie... ging je freelancen? Nam dat al snel dan serieus vorm aan? Ja, want het werd eigenlijk... het werd steeds meer, weet je. En ik merkte dat ik ik ben technisch... Ik kan een hoop. Alleen als het dan heel veel werk wordt en heel veel klanten... Ja, je hebt maar beperkte tijd. Ja, tuurlijk, ja. Dus ik moest gewoon capaciteit erbij hebben. En toen ben ik gaan nadenken van... ga ik dan iemand aan het werk zetten in mijn studentenkamer? Terwijl ik nog studeerde, dat was ook niet echt een optie. Dus toen ben ik eigenlijk gaan...
over de grens gaan kijken. Dus ik dacht van, hey, als ik nou gewoon een project heb, ja, technisch zit het wel goed. Ik kan precies vertellen vanuit mijn technisch wat ik wil hebben, weet je wel. Dus ik dacht, als ik dat nou gewoon echt razor sharp neerzet, een database, hè, dus die database helemaal uitwerk, ja, ja, qua klas en programmatuur, helemaal dat allemaal uitwerk, ja, dan moet het toch mogelijk zijn om dat te laten fixen, ja, wherever, weet je wel. Nou, daar kwam ik snel van terug, want het bleek dus dat als je dat doet, ik ging in China, India, Oekraïne, okay, allerlei dat soort exotische bestemmingen. En ik kwam er eigenlijk achter dat het heel lastig is, omdat de cultuurverschillen die komen er dwars doorheen fietsen. Ja, en dat was iets wat ik toen ook, ik had toen een vak International Management. En ja, daar kreeg ik dus ook die cultuurverschillen, kreeg ik eigenlijk aangegeven hoe dat dan gaat. Ja. Hè? Dus je hebt dan de Hofstede-dimensies. Dus hoe verschilt een cultuur ten aanzien van bijvoorbeeld individualisme en collectivisme. Okay. Nou ja, dat soort dingen. Dus ik ging me daar heel erg in verdiepen. En ik kwam er al snel achter dat voor mij India echt een ideale bestemming zou zijn. En daar ben ik dus ook gewoon verschillende pilots gaan doen met verschillende bedrijfjes. En toen kwam ik dus eigenlijk een bedrijf wat gewoon lekker ging. Dat werkte gewoon goed. De samenwerking ging lekker. Toen ben ik er naartoe gegaan. En toen heb ik tegen die baas eigenlijk gezegd, joh, ik wil samen met jou een bedrijf starten. Want ik had niet de illusie om zelf, ja, daar, hè, het kan nee, wel. Ja. Je kan wel in je eentje daar een bedrijf starten. Maar als je geen lokale presence hebt, ja, hoe ga je dat doen dan? Weet je wel, ja, vanuit hier. Ja. Je hebt wel een local nodig om die daar een beetje... Absoluut. Ja. Dus het was al wel heel snel duidelijk dat ik zoiets had. Ja, ik kan dit niet alleen. En ik ben daar dus daarheen gegaan. En dat was in 2000... Even kijken, wanneer zijn we dat... 2010, 2011 is echt mijn bedrijf daar opgericht. Okay. Heb ik samen met hem gedaan. Maar we zijn er al sinds 2008 actief. Dus we zijn al eerder begonnen met pilotjes en dingetjes. Ja, en dat is echt, dat loopt nog steeds. En dat gaat hartstikke goed. We hadden toen een webbureau. Daar was eigenlijk, het was een soort goed bewaard geheim van het webbureau. Hè, onze vestiging in India. Ja. Yeah. En het is, uiteindelijk is dat, is daar een nieuw bedrijf uit voortgekomen. New Sourcing. En wat ik, het voelde niet helemaal goed. Want je gaat er natuurlijk naartoe. Omdat je gewoon kan profiteren van goedkope arbeid. Zo simpel is het. Yeah. Daar kunnen we omheen draaien. Maar ik had een beetje zo'n gevoel van, ja, ik ben hier nu wel leuk de VOC'er aan het uithangen. Maar ik ben alleen maar iets aan het... Weet je, het voelde gewoon niet goed. Oké. Okay. In die tijd was voor mij was succes, was commercieel getint. Weet je wel, was geld, was grote klanten, grote namen. Dat was mijn definitie van succes. En ja, daar ben ik lelijk van teruggekomen toen ik die burn-out kreeg. Ja. En eigenlijk is mijn purpose ook geworden van, joh, kijk nou of je ook iets terug kan doen. Hè? Dus zijn we ontwikkelingsprojecten daar gestart, waaronder een platform om voedsel mee te ruilen. En ja, dat zijn dingen, dat levert niks op, maar het geeft wel heel veel energie om dat te doen. En zo heb ik eigenlijk geprobeerd om duurzaamheid te verankeren in mijn business. Dus New Sourcing is eigenlijk een softwarebedrijf waar ook duurzaamheid een plek krijgt. Okay. Ja. En kies je daar ook je klanten op? Of is dat meer dat je dat jullie met het resultaat van het bedrijf iets... Nee, precies. Initiëren. Dus ik kies daar niet zozeer mijn klanten op. Want sterker nog, ik kwam erachter dat klanten interesseert helemaal niks. Die hebben zoiets, ja, dat kost toch alleen maar extra geld, weet je wel. Ja. En dat vind ik wel jammer. Want ik denk dan van, ja, maar als ieder bedrijf gewoon iets zou doen, ook al iets heel kleins in je eigen keten, dan zou de wereld er al heel anders uit kunnen zien. Dus goed, dat wordt dan groen en duurzaam wordt dan geassocieerd met duur. Ja. Dat is wel een beetje jammer. Ja. Is dat dan? Ja, dat. Ik denk dat het nog wel even duurt voordat dat. Inderdaad, of dat dan niet meer. Dat ze er anders over na gaan denken. Ja. Maar want hoe kan jij? Want je bent een softwarebedrijf of jij maakt softwarematige producten voor klanten. Hoe kan je daar dan? Kan je dan adviseren in de werking van? Het is puur dat we dus inderdaad... Hè, dus wij bouwen maatwerksoftware, apps, hele systemen, dingen. Gewoon echt maatwerksoftware met alles online. Dus het is web-based allemaal. En wat wij dan doen is inderdaad een deel van die omzet. Hè, dus, want winst is te makkelijk, want dan zorg je dat je altijd verlies maakt. Dus een deel van die omzet gaat gewoon in zo'n in project die we daar doen. Ja. En dat is hoe wij het in die zin eigenlijk in onze business verankeren. Okay. Ja. En ik las ook op jullie website dat jullie gewoon een deel van de omzet doen. Dus met die stichting hebben we dus dat project opgericht.
Oh, met, snap je? Dus dat is, hoe we het doen. En we zijn nu met de derde versie bezig. Want het is iets wat nooit af is en het evolueert zich. En we hadden eerst alleen een website. Maar ja, in India is het zo dat... Ja, daar is het internet gewoon dramatisch, weet je wel. In ieder geval het wired internet. Dus iedereen zit er op 3G. Nou, dan heb je een website, dan is te traag. Nou, dan kan je heel dat ding weer opnieuw gaan bouwen. Kan het weer van scratch, weet je wel. Om, dus, om zo licht mogelijk te maken. Ja, precies. Ja, okay. Dus het is in die zin is het wel een project van lange adem. Ja. Ik heb ook echt nog, het kriebelt ook. Eigenlijk zou ik daar gewoon een keer een paar maanden naartoe moeten om het echt serieus, weet je wel, groot van de grond, om het echt te lanceren en groot van de grond te krijgen. Daar heb je gewoon wel de tijd voor nodig. Alleen ja, ik vind het gewoon heel leuk om ermee bezig te zijn en om het, weet je wel, een beetje te hacken en te tweaken. Precies. En te doen. Ja, dat is en het is ook wel omdat het natuurlijk een, nou, omdat er geen commercieel belang bij zit, is het natuurlijk ook, kan dat ook. Kan het, ja, want waar we eigenlijk achter kwamen is dat daar heel veel, de middenstand verbouwt heel veel voedsel zelf. Ja. Hier stoppen we oma in een bejaardentehuis. Daar zijn hele families bij elkaar. Daar zorgen ze gewoon voor elkaar. Okay. En dat is dat collectivisme, wat we hier, daar kunnen we hier nog wel een voorbeeld aan nemen. Ja. Maar daar vloeit uit voort dat ze heel veel dus zelf hun voedsel verbouwen. Ja, hoe mooi is het als je dan daar kan zorgen dat die mensen dat bij elkaar uitwisselen. Want verderop in de straat weet niemand dat jij over een maand een kilo bananen hebt. Ja, en ik over een maand een kilo mango's. Nou, hoe mooi is het als je dat met elkaar kan ruilen. En eigenlijk dan op die manier de voedsel, die voedselketen eigenlijk disrupt door het los te trekken van die voedselketen. Ja. En door het met elkaar onderling te gaan. Ja, dat is het idee daarachter. En dat lijkt mij wel heel gaaf. Alleen het is natuurlijk een meerjarenplan om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. En jullie focussen dan nu toch, ik meen dat ik las op de website, dat jullie eerst focussen op een bepaalde... Ja, we zitten in het zuiden, in Kerala. Ja. Dat is een staat, eigenlijk is India, het is een wonder dat het überhaupt een land is. Want er zijn daar allerlei staten, eigenlijk de Verenigde Staten van India. En wij zitten in het zuiden. Hoeveel inwoners heeft die staat alleen al? 33 miljoen mensen. En het grappige is, maar daar wonen dus heel veel christenen. De helft daarvan, ongeveer 16 miljoen, zijn christenen. Oké. En ja, dat is ook wel bijzonder hoe dat dan samenwerkt. Want bij ons in het bedrijf, christenen, moslim, hindi. Ja, en dat gaat supergoed samen. En dat is ook wel bijzonder om dat te zien. Hoe dat dan, gewoon in zo'n andere, totaal andere cultuur. Hoe dat dan eigenlijk als een soort mengelmoes met elkaar samenwerkt. Is dat dan ook een middel om dat platform omhoog te krijgen? Werken jullie daar dan ook samen met instanties? Nou, dat is dus het plan om dat te gaan. Nu is het gewoon kleinschalig, via een beetje mond op mond. En dan moet je het weer even een zwieper geven. Ja, en dan weet je, dat is nog niet echt. Maar daar, weet je wel, ik moet daar dus inderdaad, als het echt helemaal perfect is. Nou ja, en ik ben een onverbeterlijke perfectionist. Okay. Dan wil ik ook echt met lokale overheden gaan schakelen om dat te doen. Om inderdaad te kijken van, hoe kunnen we dit? Ja, die zullen dan ook sceptisch zijn, want je komt, als westeling. Ik ben daar oprecht en ik wil dit gewoon. Ja, ik heb hier geen winstoogmerk, maar dat verwacht ik dat daar wel enigszins met een schuin oog naar gekeken zal worden. Okay. Maar ik vind het ontzettend gaaf om te doen. Gaaf. Ja. Ik merk al dat je aardig wat petjes op hebt. Ik heb heel veel verschillende petten. Ja, nou, misschien een goed bruggetje aan de volgende vraag. Wat doe jij? Hoe ziet een normale dag voor jou eruit? Ja, wat een bijzondere ontwikkeling is, is het webbureau waar ik net over vertelde, dat heb ik verkocht aan mijn compagnon. En nu ben ik ik ben eigenlijk door die burn-out. Ik heb een burn-out gehad in 2011 en ik heb in 2015 in depressie gezeten. En dat heeft mij eigenlijk gedwongen om te kijken van waar krijg ik nou energie van en wat vind ik nou leuk om te doen. En wat zijn nou die dingen die... Ja, en dat is voor mij heeft dat er eigenlijk toe geleid dat ik mezelf... Ik vind het leuk om te programmeren, ik vind het leuk om te schrijven, ik vind het leuk om start-ups te bouwen en dat soort dingen... Dat zijn de dingen die dingen die me energie geven. Dus ik ben heel erg actief daarmee bezig. Ja. Om mijn dag zo in te richten dat ik dingen doe die me energie geven en niet zozeer energie kosten. Ik vermaak me wel. Ja, maar als we even echt kijken naar wat jij op een dag doet. Ja. Vertel, je staat op en dan... Het is een deel. Ik sta op, dan moet ik die kleine naar de opvang brengen. Ja. Of naar mijn moeder of mijn schoonouders brengen. Het is eigenlijk een combinatie. Dus een stuk programmeren, een stuk start-ups bouwen, een stuk schrijven. Want ik ben dus met een boek bezig. Ja. En dat is iets wat in het najaar moet verschijnen.
Dus eigenlijk, ik probeer een soort combinatie te maken van dingen ja, waar ik energie van krijg op een dag. En dat is inderdaad op te pakken. Gaaf, ja. Dank. Hey, en nou ja, je vertelde net al een beetje, je hebt een burn-out gehad. Ja. We hebben het hiervoor ook al even over gehad. Ja. Vertel, want hoe kwam dat dan dat jij... Nou, wat ik al aangaf, hè, dus ik was alleen maar bezig met commercieel gewin. Dus ik dacht van, de sky is the limit, ik blijf maar gaan. Ik stond in de Sprout 2525, meest veelbelovende jonge ondernemers. Nou, en dan denk je echt van, dit weet je wel, dit kan alleen maar omhoog gaan. Het kan alleen maar verder gaan. En ja, me niet realiseren dat ik een soort van bottleneck was in het hele proces. Want alles ging via mij. Ik nam alles op me. Ja. Ik heb echt moeten leren. Dus een beetje een klassieke ondernemerstrap. Te delegeren. Ja. Maar alles ging via mij. Dus ik was alleen maar dingen aan het doen waar ik helemaal geen energie van kreeg. En de dagelijkse leiding en klantcontact en dat soort dingen. Ja, dat was iets wat waar ik helemaal niet goed in was. Dus nou ja, dat ik deed alles op elkaar. Nou, en wat gebeurt er dan? In mijn geval, dan ging de telefoon. Ja. En dan werd ik gewoon zenuwachtig van, de telefoon gaat. Oh, weet je wat, ik moet de telefoon. Perfect, ja. Ik werd een soort slechte versie van mezelf. En dat is wel eng. Want dan ben je echt dat je denkt, wat gebeurt hier? En tegelijkertijd wil je het een soort van ontkennen. Dus je wil voor jezelf, wil je niet toegeven dat het gewoon niet lekker gaat. Er gebeuren dingen. Hè? Je lichaam geeft je signalen. Ja. Ja, het ging gewoon niet lekker. Ik had het dat je ineens een soort van nervositeit voelt opkomen. En dat je dan maar rondjes gaat lopen om je bedrijf heen. Ja. Ja, dat is bijzonder. Als je niet op die manier in elkaar zit eigenlijk. Ja. En wat ik merkte was dat mijn omgeving ging dat ook opmerken van, wat is er? Gaat het wel goed? En ik schoot steeds meer in de verdediging. Weet je wel? Ik ging steeds meer van... De ontkenningsfase. Ontkenningsfase. Hè? En ik zat echt nog op die apenrots. Want dat ondernemerswereldje laat zich karakteriseren als een apenrots waar allerlei gorilla's zo opstaan. En zo in was ik er ook. Ik was gewoon totaal niet mezelf. Ik was een slechte versie van mezelf geworden. En ja, op een gegeven moment was het op en lag ik letterlijk bij mijn moeder huilend op de bank. En dat ik toen ook wel zelf zoiets had van, dit is niet, dit gaat niet lekker en dit klopt gewoon niet. En wist je dan al snel dat dat te maken had met dat werkdruk en dat je gewoon... Ja, want het was, weet je, het stapelde zich op en ik merkte dat mijn weerstand ging echt omlaag. Okay. Dus ik was vaak ziek en aan het kwakkelen en aan het doen en daar merkte ik het al aan. En het was gewoon niet, ik was gewoon niet mezelf. En dat was al een langere periode. Eigenlijk heel 2010 ging het al niet lekker. Nou, en toen toenmalige relatie liep op de klippen. Dus dat is ook vaak, bij een burn-out is het meestal werk en privé. Als het bij allebei gaat, als het niet lekker gaat, dan moet je echt gaan oppassen. Okay. En dan, dat klapte in elkaar bij mij. Dus dat was... dat was niet... En toen landde je weer bij je moeder... Letterlijk, ik heb daar maanden gezeten en dan... Ik weer het gevoel van, nu kan ik weer. En dan ga ik weer. En dan kwam ik weer en dan zag ik die berg waar ik gewoon onderaan moest Maar beginnen. Dat is voor jou ook wel nog lastig, omdat het je eigen bedrijf is. Dat is... Dat liep dat wel door dan? Door. Okay, het was echt puur dankzij het feit dat het zo goed ging en dat ik kredietfaciliteiten had. Ja, weet je, maar ik ging wel de min in. Ja, het heeft me echt serieus geld gekost. Ja. Maar jij hebt ook niet de mogelijkheid gehad om dat, over te dragen aan degene alles met wie... Alles lag in mijn handen. En ik had wel mensen in dienst. Ja. Maar die zaten een beetje... die konden wel wat dingen doen. Ja. Maar ik was veel te... Die toko die draaide helemaal om mij. En ik ben dat... Uiteindelijk ben ik dat ook... Ik ben een partner gaan zoeken... die juist wel energie kreeg van die operationele dingen. Maar het dwong mij om dat echt helemaal opnieuw vorm te geven. Ik had ook bijvoorbeeld... Ik moest mijn scriptie nog schrijven. Okay. Ja, dus die hing echt als een molensteen om mijn nek. En ik had allemaal dingen die niet allemaal loose ends, die gewoon niet af waren. Dus eigenlijk het eerste wat ik ook ben gaan doen na die burn-out. Hè, dus ik ben een partner gaan zoeken, maar ik ben ook die scriptie gaan afschrijven. En ik had zoiets, heel mijn studie gedaan, behalve die damn scriptie. Ja. Die moest gewoon af. En dat is toen gelukt. En dat was echt een relief, weet je, dat je dat kan afsluiten. En toen echt op zoek naar een partner die dat operationele stuk van mij over kon nemen. Want ik ben gewoon ik ben een ondernemer en geen manager. En hoe lang heb je uiteindelijk thuis gezeten? Dat je echt niet... Dat heeft echt maanden geduurd. Het was dan steeds dat ik weer, dacht, nu kan ik de hele wereld weer aan. En dan ging het weer niet. En dan, dus ik was een beetje aan het kwakkelen en...
Ja, dat heeft toch wel bijna een half jaar geduurd, al met al. Ja. Ja, ik heb een paar podcastafleveringen geleden heb ik ook met een Utrechtse ondernemer. En die had eigenlijk hetzelfde. En die dacht ook na, nou, ik maanden of weken, ik weet niet meer wat, precies. Maar die begon toen, die weer ging werken. En die zat volgens mij 2 uur achter zijn laptop. Ja. En die kreeg gewoon een paniekaanval en is naar huis gerend. Exact, ja. Gewoon precies dat. En dat je dan denkt, nou, het gaat wel weer. En het heeft, ja, dat is zoiets bizars dat je gewoon ook... Hè, lichaam en geest zijn heel nauw verbonden. Dat willen we nog wel eens vergeten hier in het Westen. Maar dat is wel iets wat echt... Dat speelt gewoon mee. En nou ja, dat heeft mij gewoon... Het heeft gewoon maanden geduurd, letterlijk. Ja. En achteraf ben ik er nog in die zin goed van afgekomen. Want ik heb ook mensen gehoord die er gewoon jaren uit lagen. Ja, dan was het gewoon klaar geweest. Ja. Hey, ik zag een artikel van jou op internet staan. Je hebt ook wel uitbundig gesproken over jouw burn-out. Ja, openhartig. Ja, uitbundig. Ja. Nou, in die zin uitbundig. Ja, het is wel het beste wat me is overkomen, eigenlijk. Want vroeger was een burn-out was iets voor mensen met een midlife crisis. Ja. Wat kwam eerder? De sportwagen of de precies, burn-out? Precies, de Porsche of de... Ja, en nu is dat... Weet je, nu is... je krijgt het veel jonger. Tenminste, dat is een beetje nu... Het is bijna een trend geworden... dat artikel dat waar je aan refereert, het was in 2014. Toen kreeg de Sprout lucht eigenlijk van dat ik een burn-out had gehad. Ja. En ze vroegen mij, joh, wil je daarover on the record gaan? En daar moest ik wel even over nadenken. Okay. Want zelfs mijn ouders hadden zoiets, ja, moet je dat nou wel doen? Weet je wel, kan dat je carrière niet schaden? En dat is echt exemplarisch voor hoe eigenlijk in onze maatschappij het op dat moment een taboe precies. was. Het was echt een taboe, weet je wel. Oh, want we moeten maar doorgaan en het blijft maar, weet je wel... Blijven gaan en vooral geen zwakte tonen. En toen dacht ik, ja, maar ik ben gewoon een open boek. Ja. Fuck it, ik ga het gewoon on the record vertellen. Wat gebeurt er volgens, ik dat online gedeeld, ongelooflijk veel privéberichten. Allemaal, okay. Dus niet in de comments. Nee. Allemaal privéberichten. Okay. Stoer dat je dit deelt en ik heb er ook last van en bla bla bla. En heb je nog tips? En weet je wel, dus mensen die het bleek dus toen al een heel erg... echt een ding te zijn. Alleen het was heel erg onder de oppervlakte. Ja. Wat je nu ziet, dat was 2014. Nu is het, zelfs allerlei vloggers omvallen met burn-outs en daar open over zijn, dan merk je toch wel dat er een soort kentering aan het plaatsvinden is. Mm-hmm. Het is nu, als je even op Google, ik heb het vaak in mijn lezingen, dan zoek ik even gewoon burn-out. Wat is de recente, niet normaal. Echt elke dag gewoon meerdere artikelen en onderzoeken en dingen over burn-out. Dus het is nu uit die taboesfeer aan het komen. Heb je toevallig ook die nieuwe campagne van Women's Health gezien? Nee, oké, nou die hebben dus allemaal, volgens mij Instagrammers en mensen gevraagd over die allemaal een burn-out hebben. Kijk, en over daar te spreken. Maar die beginnen eigenlijk allemaal met een filmpje van ik durf er niet over te praten. Ja, maar nou, nu, dat is, kan je nagaan. Ja, dat is dus. En wat je wel, je ziet steeds meer mensen die er gewoon open over zijn. Maar het is, dat heeft wel gewoon tijd. Nou, ik merk gewoon echt het verschil van toen, 2014. En ook bij mezelf, het gevoel dat ik toen had van. Het was echt eng. Ik vond het echt eng om te doen. Ja. En nu, weet je wel. Het is in die zin is het iets wat voor mij juist heel goed is geweest. Omdat het mij gedwongen heeft op zoek te gaan naar mijn purpose. Op zoek te gaan naar wat geeft mij energie. Wat drijft mij. Ja. En ik ben daar 10 keer liever nu achter. Dan dat ik straks op mijn 50ste een heel leven achter me heb. En eigenlijk niet heb gedaan wat ik juist had willen doen. En ik denk dat echt heel goed nieuws is. Hoewel het natuurlijk zeer problematisch is nu. Want 1 op de 7 mensen en in een recent onderzoek al... is dat percentage nog veel hoger. Mensen die er gewoon middenin zitten, mee thuis zitten... of gewoon met burn-out klachten rondlopen. Ja, dat is krankzinnig. Ja, het is... Nou, we hadden het hiervoor al even over. Het is ook gewoon dat mensen die de druk, de sociale druk... Ja. om succesvol te worden... Ja. Ik merk het ook in mijn omgeving. Zijn personen die gewoon alleen maar doorgaan. Want ze, mensen willen succesvol worden. Het is in onze maatschappij is het eigenlijk iets verankerd wat eigenlijk niet meer werkt. Want het is iets van de industriële evolutie. Was alles output gedreven. Ja. Maar we zijn nu in een stadium waarbij dat helemaal niet meer nodig is. Maar het is wel hoe we onszelf meten. Dat doen we nog steeds output gedreven. Hè? Key performance indicatoren, targets halen. Hè? Salespersonen die hun targets moeten halen en die omzet moeten scoren en weet ik veel wat. En we leggen het onszelf op. En als je kijkt, hè, als je de diepere laag van onze samenleving, ons hele onderwijssysteem, is op die manier, zit op die manier in elkaar. Ja. Want je krijgt je rapport. En met dat rapport ga je naar oma en krijg je een beloning, want je hebt zo'n goed rapport. Ja. En na de vakantie begint het weer van vooraf aan. Dus eigenlijk leren we als kinderen... Onze kinderen leren we om
bezig te zijn met de berg. En niet met het beklimmen van de berg, maar alleen met de berg. Het resultaat in plaats van het proces. Precies. Ja. En dan de volgende berg, ja, die doemt alweer op, weet je wel. En zo gaat het maar door. En het is een soort rat race. We zitten in zo'n treadmill. En daar rennen we maar door. En we hebben eigenlijk niet meer de... we gunnen onszelf niet meer het moment om uit te zoomen en te kijken van, ja, maar wat drijft ons nou echt? Wat zit er nou, hè? Wat vinden we nou echt? Wat geeft ons nou energie? Ja, ja. Waar halen we purpose uit? We zijn alleen maar bezig met profit boven purpose. Dat is eigenlijk wat ik het grootste probleem van de prestatiemaatschappij vind. Ja. Nou, ik meen, volgens mij is het een artikel van jou, toch? Je had toch uitgezocht, of je hebt een onderzoek gevonden van hoe effectief mensen per dag zijn, of hoeveel productief. Ja, dus dat was precies. Weet je, eigenlijk komt daaruit dat mensen helemaal niet zo productief zijn. Want dat is nog het volgende punt. We worden continu afgeleid. En we zorgen ook dat we worden afgeleid. Hè? Want dan gaat weer een ping. Hè? Gaat weer zo'n notificatie op je telefoon. En die sociale media, die eigenlijk de snelle jongens in Silicon Valley, die maken ons verslaafd aan al die apps. En we trappen er met open ogen in. En we gaan er maar in mee. Ja. En eigenlijk zitten we in een soort van... Dus we zitten in een output gedreven maatschappij. Waarbij ook de technologie die ons zou moeten helpen, Die zit ons eigenlijk alleen maar in de weg. Ja, we worden misschien door al die tools en apps en dingen worden we wel efficiënter, maar uiteindelijk worden we ook weer afgeleid door precies, alle... Ja, en daar moet je wel... Kijk, weet je, het vereist rigoureuze maatregelen. Ik heb alle sociale media apps van mijn telefoon afgegooid, want ik was er zelf ook schuldig. Ik was ook in die val getrapt van Silicon Valley. Want je merkt het al, als je boodschappen gaat doen en je staat in de rij. Dat gebeurt, dan komt hij hoor. En ik doe dat zelf ook wel. Maar nu, wat ik voor mezelf, wat wel grappig is, ik ben een quantified self nerd. Dus ik meet mezelf, weet je wel. Ja. Ja. Dus ik ben eigenlijk de tijd die ik nutteloos aan al die timeline scrolling besteden. Ja, die spendeer ik nu om even te kijken, weet je wel. Van oké, hoeveel stappen heb ik al gezet? Hoe was mijn slaap? Hoe? Ja. Hè? En eigenlijk van die metrics om mezelf te meten. Hey, maar die tools die je gebruikt, hè? Mm-hmm. Dus die smartwatch en zo. Ja. Zijn dat dan, is dat de manier van jou om dan daar effectief in daar... Ja, mezelf scherp te houden. Precies. Dus het is enerzijds een soort gamification van mijn gezondheid. Dat werkt voor mij. Hè? Omdat ik heb toch die drang om even dan de telefoon te pakken. Ja. Dat zit er gewoon, ik ben ook gewoon, in die zin ben ik ook verpest door al die sociale media. Maar ik vind het dan dus leuk om inderdaad, Sleep Cycle, ik weet niet of je die app kent. Die meet dan aan de hand van je ademhaling, de kwaliteit van je slaap. Het grappige is, ik heb dus binnenkort komt er ook een blog online, 1001 nacht Sleep Cycle. Ik heb dat ding echt al jaren dat ik hem gebruik. En het bizarre is, ik ging dus mijn iPhone overzetten naar een nieuwe iPhone. En dan doe ik hem dus factory reset, want dan is hij hem weer een beetje schoon. Gaat weer wat sneller. Ja. Dus toen ging hij data overzetten. En die app die was dus zodanig dat hij dan gaat hij dus, als je die data gaat synken, dan gaat hij weer opnieuw het opbouwen. Dus dan zie je gewoon dag 1, dag 2, dag 3. Dus ik zat zo te kijken en ik zie dus mijn slaapgemiddelde. Ja. Zag ik dus gewoon echt serieus omhoog schieten. Ja, weet je wel. Dus dat was voor mij ook zo'n moment van oké. Ik ben wel, Door mezelf gewoon te meten en scherp te houden. Slaap is nog steeds een ding. Ik moet er echt bovenop zitten. Want ik ben iemand die... Ik ben al lekker bezig. En dan zit ik ergens in. En dan is het zo 1 uur 's nachts. Ja. Dan denk ik, fuck ja, ik moet gaan liggen. En dat zijn dus wel dingen dat ik mezelf daar echt scherp in hou. En sporten is ook iets wat... dat zie je vaak, hè. Dat als je druk hebt, het eerste wat sneuvelt, zijn eigenlijk de dingen waar je het meeste energie van... Goed eten, sporten, afspreken met vrienden. Dan denk je, dat komt wel. Dat, ja. Hè? En dat is bijvoorbeeld voor mij... Sporten is iets wat ik... Ja, dat is gewoon net zo belangrijk als een zakelijke afspraak. Want dat houdt mij op de been. Als ik geblesseerd ben, dan baal ik echt. Want dan heb ik gewoon, dan word ik gewoon gek. Ja. Nou ja, dat is, ik heb dat zelf ook een beetje ondervonden. Ik heb dan toevallig een broer die is personal trainer. Dus met hem ben ik aan het sporten. Ja, het is gewoon als je weer gaat, dan... Ja, je houdt het een paar weken vol, dan voel je je zoveel lekkerder. Ja, absoluut. Dus ik beaam dat wel. Dat is, en zeker ook met eten. Ja, als je, je voelt je ook gewoon lekker, je meer concentratie. Ja. Ik heb nu een andere hack, manier om mezelf te hacken is, dat zijn van die smoothies. Kijk, vroeger dan had ik alleen maar fruitsmoothies. Maar dat is een suikerkick, daar word je helemaal gek van, weet je wel. Dat je dan elke keer zo'n piek en dan, toen ben ik eens gaan kijken van, die groentesmoothies. Ik had een vriend van mij en die zei, joh, je moet het eens proberen. Die had dan spinazie en dingen en dat ik dacht... Ik ga geen spinazie drinken. Flikker op, man. Doe eens normaal. Het is dan een boerenkool. Ja, weet je wel. Ik vond het echt aanstellerij. Ik vond het iets voor, weet je wel, van een beetje die green happiness meisjes. Ik dacht, dat is niet mijn ding. Yeah.
Tot ik gewoon eens recepten ging checken. En dat ik dacht, ja, weet je, ik moet het gewoon toch proberen. Dus ik naar de boekhandel. Ja, hebben jullie... Het is een cadeautje, hè? Oh, ja. Ik ben op zoek naar een boek over... Ja, voor een vriendin van mij, die wil jij. En die gast, die zei, ja, wat is dit nou weer voor... hebben we het een pakje? Ja, je moet er maar zin in hebben, weet je. Dat was ook een beetje de... Het lijkt wel alsof we zijn geconditioneerd om... Ja, daar gewoon... Waarom zou je dat doen? Ja. Terwijl de grap is... Ik heb allemaal recepten die echt heel relaxed zijn. En waarvan ik echt zeker weet van iedereen die ik dit voer... Die denkt, wow, is dit groente? Dat meen je niet. Want de kunst is dat je dus groente combineert met fruit. Ja. En ik maak elke dag zo'n shake. En ik stack ze ook. Hè. Dus dan doe ik gewoon, zet ik een audioboek op mijn hoofd. En dan ga ik gewoon van die dingen maken. Okay. En die gooi ik dan in de koelkast. En dan kan ik gewoon een week mee vooruit. Want die fruitshakes, die gaan ook gisten. En met die groenteshakes heb je dat veel minder. Oh, dus kan je ook gewoon, je kan het een aantal dagen kan je het gewoon bewaren. Okay. Is voor mij ook... Ik merk daardoor... we hebben wel twee kids. Hè? De een gaat naar de basisschool en de andere naar de kinderopvang. Nou, al die kinderziektes is niet tegen op te boksen, want het is echt... Maar ik merk gewoon dat mijn weerstand is veel beter sinds ik die groenteshakes eet, drink. Ja, ja, weet je wel, dat is echt fijn. Ja, lachen dat dan toch... Ik heb het inderdaad ook een tijd geprobeerd. Voor mij, ik ben net erg gekapt omdat het te veel... Ik voel het te veel werk. Ja, het is veel maar werk. Maar nu jij zegt van, ik kan het een aantal dagen doen, dat heb ik nooit gedaan. Ik maak dat het elke op dag. En wat de grap is echt, en dat is nog iets wat ik... vroeger was ik een fervent, weet je wel, gewoon naar de gym. En dan ging ik lekker pompen, ijzer vreten. Ik vind het nu, ik heb nu een andere passie, maar ja, ik vond het gewoon, weet je, dat was wel voedselpreppen, was wel een ding. Dus gewoon bakjes maken. Ja, tuurlijk. En eiwitten en weet ik veel wat. Dus dat is iets wat ik wel van die tijd heb. En daar... Ik heb voor mezelf dan een stelregel. Ik doe gewoon een audioboek op mijn kop. Ik ga dat doen. Ja, dan heb ik, als ik dat een uur doe, dat kost wel tijd, maar dan heb ik wel een uur gelezen, weet je ja, wel. Ja, precies. En, zo, je hebt gewoon je, en ik heb gewoon mijn voeding. Ja. Ja, en dat probeer ik dus echt, dat voeding preppen, dat probeer ik echt ook te doen. En dat is ook iets wat mij ook gewoon op de been houdt. Dat werkt. En qua sporten, ik doe nu natuurlijk sportief, heet dat. Ja. Yeah. Zijn vrienden van me, de ex-mariniers. Okay. En die gasten die hebben bij de mariniers kikkersprongen en dingen. Ja. Ja. Die hebben dat bij ons naar de dijk gehaald eigenlijk. En wat we dan doen is, het is alleen maar met natuurlijke dingen. Dus met boomstammen, met stenen, met lichamen, letterlijk. Dus ik moest laatst iemand van 2 meter 10 en 100 kilo in de baby carry een heuvel op, weet je wel. Ah, daar word je echt zo fit van. Ja, dat en geloof ik. Dat is een, het is een, toen ik dat voor het eerst deed, en liep ik wel eens een halve marathon of zo, weet je. En ik maar denken dat ik fit was, dan ging ik dat doen. Toen, nou, ik weet nog wel dat ik echt bijna kotsend in de greppel lag. Ja. Ja. Want je hebt dan 3 niveaus. Start, basis en beasting. Ja. Nou, start is dan gewoon laid back. Basis is echt al pittig. En beasting is, nou ja, dat heeft iets krankzinnigs, weet je wel. Maar ik ben daar echt van gaan genieten. Omdat je loopt door de modder te banjeren, weet je wel. En het is gewoon weer of geen weer. Ja. Buitensport. Kijk, als jij jezelf opsluit in zo'n grot met allerlei ijzer en allemaal mensen. Je zit allemaal bij elkaar. Het is allemaal in zo'n zompige lucht, weet je wel. Maar ga gewoon naar buiten. Weet je wel, want dat is ook gewoon goed voor je lichaam en geest. Om echt buiten te sporten. En of het nou -5 is, of dat het nou sneeuwt of regent. Of het gaat altijd door. Het gaat gewoon altijd door. En dat is super vet. Ja, dat is echt geweldig. Dus natuurlijk sportief. Het is echt het gaat als een soort olievlek door heel Nederland. Ja, het is een beetje een variatie op die bootcamp waar je in het park... Ja, bootcamp is weer meer, weet je wel. Dus met gewichten en zo is wat statischer. Maar dit is echt gewoon letterlijk. Je gaat met een paar gasten. Je gaat gewoon op pad. Je loopt letterlijk het bos in. Oh, en hij bedenkt gewoon... Hij bedenkt gewoon ter plekke. Je ziet een boom. En dan, jongens, we gaan nu in die boom klimmen. Of we gaan nu kikkersprongen maken. En dan in de zomer is het zwemmen. Het is super afwisselend. En je bent nooit... Dus je pakt je hele lichaam trainen. Ja. En het is nooit hetzelfde. Het gaat... Ja, het is altijd anders. En dat is heel vet. Het maakt het heel... Het is wel tof. Dan pak je ook die wat kleine spieren en de dingen die je... In plaats van dat je altijd... En dus geen dingen... Dus alleen maar dingen uit de natuur. Dat maakt het ook wel... Weet je, ik voel me altijd een jager-verzamelaar als ik dat doe. Weet je, hoe de mens is gemaakt... Dat is eigenlijk natuurlijk sportief, dus dat is wel heel vet. Ja, gaaf. Een beetje Bear Grylls. Ja, dat idee. Ja. Leuk. Hey, en weer een beetje serieus, maar je hebt ook nog na je burn-out. Ja. Het ging een tijdje goed. Ja. Toen heb je uiteindelijk in depressie. Toen ben ik in een depressie terechtgekomen. Nou, dat was ook heftig, want ik had dus... Ik vertelde over mijn bedrijf, hè, dat ik mijn bedrijf wilde transformeren. Wilde verduurzamen. En waar ik eigenlijk achter kwam... Mensen interesseerden het geen ene fuck of het nou duurzaam was of niet. Die hadden zoiets, het moet goedkoop. Nou, dus
ik kwam erachter dat ik had een heel idee eigenlijk voor mijn bedrijf. En dat, ja, dat, ik wil niet zeggen dat er misbruik van werd gemaakt, maar mensen probeerden er een soort van, weet je wel, dan had ik, waar fixed fee projecten die er doorheen werden geduwd. Yeah, okay. Had ik een proefabonnement, want daarmee moet je dan beginnen. Ja, en dat was elke keer, leidde dat eigenlijk tot niks. Of dat het dan weer, hè, dan zat je weer het voortschrijdend inzicht voor te financieren eigenlijk. Nou, dat is een beetje wat, dus het ging gewoon niet zo lekker. En ik moest echt mijn businessmodel, moest ik gewoon radicaal omgooien. En ik weet nog dat in die tijd, ja, het was een heftige tijd, omdat er heel veel samenviel. We hadden een klant wat niet werkte, die wilde ons een stapel oude code uit 2006... ja, nieuw leven laten inblazen, wat gewoon, dat werkt gewoon niet. Dat is echt gewoon geen doen. Maar ik wilde per se dat slaagde, weet je wel. Want ja, dat was dan, dat ging niet. We gingen verhuizen met de zaak. Dus we gingen naar een nieuw kantoor. Nou, wat bleek nou? Dat voor mij is een verhuizing is bijna een traumatische ervaring. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 7 was. Ja. Wist ik veel. Dat is dus voor mij, hakt dat er blijkbaar in. Nou, dus voor mij, een verhuizing is iets. Ja. Dan moet ik extra scherp op mezelf zijn. In die periode kreeg ik ook te horen dat mijn broertje, dat hij een aangeboren hartafwijking zou hebben. Mijn halfbroertje Christian, die uiteindelijk is overleden op 1 januari 2017. Maar dat was dus de 20 weken echo voordat hij geboren werd. Ja, was al duidelijk van, dat zijn aorta en longslagader waren versmolten. Dus dat was al duidelijk dat het gewoon heel moeilijk zou worden. En dat was allemaal in diezelfde week, waarbij mijn vriendin ook nog zwanger was en een aantal weken later de 20 weken echo van onze kleine zou krijgen. Dus ik was gewoon, het was gewoon klaar. Ja, maar echt totaal flat out, weet je, al die dingen, dus privé en zaak wat dan samen kwam, wat dus met die burn-out. Maar dit was een hele andere dynamiek. Want ik kwam in een soort van, je moet je voorstellen, de trekt een soort mist op en die gaat niet meer weg. Dus je blijft in een soort van negatieve spiraal hangen en alles dreigt mis te gaan, weet je wel. Je gaat doen denken. En, nou, dat is wat er bij mij gebeurde. En ik was al heel, het was al heel snel duidelijk dat het niet, het was geen burn-out, gelukkig. Maar het was wel weer een hele andere dynamiek die op dat moment echt me totaal overnam. En het is bizar, want er is ook een onderzoek geweest dat 20% van alle volwassenen in Nederland met een depressie kampt of ooit in hun leven met een depressie gaat of heeft gekomen. Ja, dat is best wel heftig. 20%, hè? Dat is krankzinnig. Van alle volwassenen in Nederland. Er zijn nu ook, ik geloof dat er nu, as we speak, ongeveer 800.000 mensen met een depressie thuis zitten. Dat gaat dus ook al richting het miljoen. Dus, en wat je dus bij een burn-out, zie je dat het steeds zichtbaarder wordt in de zin van dat mensen, dat het taboe een beetje weg gaat. Maar bij een depressie is dat nog niet. Het is heel eng, hè, mensen, depressie. Vooral niet. Ja, er wordt ook helemaal niet, als ik er nu over nadenk, er wordt ook niet over gesproken. Het was laatst, dat is heel tof. Was een radio-DJ van 3FM. Ja. En die heeft, zijn naam is me even ontschoten. En die was echt, wat een held vind ik dat. Gewoon die live in de uitzending. Jongens, ja, ik zit hier nu al weken de schijn op te houden. Maar het gaat eigenlijk super kut met me. En ik voel me gewoon, dus continu, wat hij had het over een stemmetje. Wat continu een stemmetje. Ja. Wat dan zegt, je bent niet goed genoeg, je bent niet. Dat was bij mij niet. Het was bij mij echt wel die externe factoren die zorgden dat eigenlijk viel voor mijn gevoel mijn hele leven in duigen. Dat is een beetje. Is dat dat doemdenken? Was dat voor jou een beetje dat? Ja, want doemdenken in de zin van gedacht dat alles fout gaat en dat was voor jou een beetje. Ja, dus het was, nou ja, dus mijn broertje, wat ook uiteindelijk fout gegaan is, echt een tragedie. Ja. Maar dus ook bij mijn bedrijf, en wat voor mij ook heel gevaarlijk was in die, met die depressie, was dat ik als ondernemer, dat zie je vaker bij ondernemers, die ontlenen hun identiteit aan hun onderneming. Ja. Dat was bij mij ook. En ik had echt het gevoel, nou ja, dat alles stort in, mijn bedrijf gaat failliet, weet je wel. Dat was allemaal, het is klaar. Het is klaar. En nou, toen klapte ik helemaal in. En uiteindelijk heeft het, dankzij een quick fix, ben ik eruit gekomen, antidepressiva. En dat is iets wat eigenlijk levensgevaarlijk is. Want het probleem is in Nederland dat de geestelijke gezondheidszorg die voorziet vooral in symptoombestrijdingen. Dus het is mensen plat drogeren. Oplossing voor het gevolg. Ja, maar het is natuurlijk helemaal niet de oplossing. Nee. Het heeft mij wel uit dat dal getrokken. En ik was echt gedwongen om mijn businessmodel om te gooien. En dat is uiteindelijk is het heel succesvol geworden. En dat draait als een trein. Alleen, ja, weet je, het was op dat moment had ik wel dat dal nodig om daar weer uit te komen. En wat voor mij ook wel een mooie overwinning eigenlijk was, dat ik toen in 2016
bij Inspiration 360 voor een volle Ziggo Dome mijn verhaal over die burn-out mocht vertellen. Maar wat die mensen niet wisten, was dat ik eigenlijk vlak daarvoor dus ook gevoerd was met een burn of met een depressie. Anderhalf jaar daarvoor. En ja, dat ik daar dus. Dat, het was echt een dubbele overwinning om mezelf. Maar ik merkte wel dat ook ik toen het gevoel. Ja, weet je, depressie, dat is toch nog wel een brug te ver. Okay. En ik heb er nu echt gewoon totale scheid aan. Ik wil gewoon juist, wil ik dit taboe doorbreken. Het kan iedereen gebeuren. Het kan ondernemers gebeuren. Het kan mensen in loondienst gebeuren. En het is zeker, weet je, ook als je jonge kinderen hebt. Er komt zoveel op je af. Ja, het is gewoon onze maatschappij. Ja, we moeten er iets mee, maar het is... Ja, hoeveel... Ik weet het cijfer niet meer, maar ik laatst een onderzoek dat de gros van Nederland gaat niet met plezier naar hun werk. En ja, en ook dat bijna 4 miljoen mensen, ik geloof 3,7 of zo, ervaart stress. Gewoon echt structureel, voelt zich gestrest op hun werk. En ja, en mensen, want dat is het ook, als je kijkt naar het bruto binnenlands product... Dat wordt altijd gemeten aan de hand van output. Hè? Dus het is ook weer, daar telt alleen betaald werk bij. Ja, hoe mooi is het als mensen, dus gewoon, weet je wel, die niet kunnen werken of die arbeidsongeschikt, dat die vrijwilligerswerk gaan. Dat telt dan niet, weet je wel. Dus het is ook weer dat output-denken, wat eigenlijk onze hele maatschappij domineert. En, dus eigenlijk faciliteert onze maatschappij, faciliteert in combinatie met de technologie. Want dat denk ik wel, dat de technologie echt wel een rol speelt. Maar faciliteert wel dat mentale kwetsbaarheid eigenlijk op weg is om, voor zover dat al niet zo is, volksziekte nummer 1 aan het worden is. Want dat is echt iets wat, je ziet het bij de burn-outs, je ziet het bij de depressie, het wordt steeds meer. Ja. Mensen vallen echt bij bosjes om. Bizar eigenlijk. Ja. Nu ik het zo over nadenk, er wordt gewoon niet over gesproken. En ook als ik nadenk over in mijn omgeving... Nee, weet je, het is ook altijd druk is goed, hè? Ik denk dat. En druk is het tot op zekere hoogte ook goed. Alleen het moet niet de overhand nemen. Het is, want daar zijn ook onderzoeken naar gedaan dat stress kan echt wel positief zijn. Of als je een deadline hebt. Maar het is bij ons is het een soort van continu een stok waar je continu mee geslagen wordt. Ja. Het blijft maar, en we leggen het onszelf ook op. Ja. En we praten niet over kwetsbare gevoelens. Want dat is iets wat, dat past niet. Of dat moet maar geparkeerd worden. En dat is iets wat gewoon eng ook een beetje is. Hè? Van wat moet je daarmee? En hoe moet je daarmee omgaan? En ik merk dat ook met die depressie. Dat je dan toch, mensen vinden het moeilijk om daar... En had je omgeving had het door? Dat jij toen in die... Met die depressie was het wel. Ja, daar kon echt niemand omheen. Nee. Ik zat echt met zo'n gezicht, lag ik... Nee, dat was, dat was gewoon, het was een moeilijke tijd. Hoe ben je er uiteindelijk uitgekomen? Je zei, ik heb antidepressiva. Nou, dat was een tijdelijke oplossing. Precies. Nou ja, en dus ook structureel. Dus mijn businessmodel. Dus wat bij mij hielp ook hoor, daar ben ik eerlijk in, was dat ik kreeg mijn bedrijf weer aan de praat. En dat helpt dan toch als ondernemer, want het is toch ook gewoon je ego, hè? Ja, wat ook meespeelt. Alleen nu ben ik daar bewust van. Maar kan ik het ook meer relativeren? En ik was zelfs toen, zelfs na die burn-out... Ja, het was blijkbaar nog niet genoeg. Want ik had nog niet echt... Ik nam mezelf blijkbaar nog steeds iets serieus. Okay. En daar moet je... dat is toch wel iets om je ook bij stil te staan. Van neem jezelf ook niet zo serieus. Kijk even. Het blijft toch... De wereld blijft echt wel draaien als jouw toko op de fles gaat. Of als het misgaat of whatever. Hè? Kijk eens, wat is nou echt belangrijk? En wat is nou, waar draait het nou om? Maar dat is super lastig. Want dat is natuurlijk achteraf of voor iemand anders makkelijk om te zeggen. Ja. Jij hebt een skill. Dat kan je ook in een andere vorm gieten. Ja. Het hoeft niet per se. Maar als ondernemer is dat natuurlijk... Als ondernemer, en zeker wat ik al zei. Je ontleent gewoon je identiteit aan je ondernemer. En dat is echt ook... Dus het schuilt een heel groot gevaar in. Waar ik tot dat moment gewoon niet van op de hoogte was eigenlijk. Ik realiseerde me dat helemaal niet. En nu ben ik daar wel, ben ik me daar wel heel erg bewust van. Ja, absoluut. Ja. Hey, en ik ben eigenlijk benieuwd, want ik vind dat leuk om een beetje toepasbare kennis uit je te halen. Ja. Wat heeft nog meer geholpen? Eigenlijk heb je het net al met je behandeld. Voeding is voor jou heel belangrijk, sporten. Ja, ik ben echt een persoonlijke ontwikkelingsfreak. Dus ik lees veel boeken en audiobooks ook daarover. En ik ben...
En ik ben ook, nou ja, dus in die tijd was ik dus al begonnen met het schrijven van een boek. Ja. Ja, dat is uiteindelijk ben ik daar echt bijna een jaar uit geweest. Omdat mijn broertje dus overleed op 1 januari 2017, Christian. Ja, en dat was echt een tragedie. Hij had net een open hartoperatie ondergaan. Vreselijk, ja. En het was allemaal goed gegaan. En echt door een lullig griepje was het een soort kortsluiting en was het klaar. Dus het was super heftig. Ja. Wel was het zo dat ik... Kijk, je moet dan een hele... Het is een soort nieuwe dynamiek en rouwproces. Nou, daar kregen we ook allemaal vroeg of laat in ons leven een keer mee te maken. En dat is ook voor iedereen heel individueel. Maar ik merkte daar wel aan van, ja, hoe ga je daarmee om? En dat was moeilijk. Wat ik wel... Ik heb toen... Ik las al veel. Dus ik las al veel boeken, zelfhulpboeken, dingen. En voor mijn boek ook, weet je wel. Dus het heeft me in die tijd... Ja, ben ik eigenlijk nog meer gaan lezen. En ben ik nog meer gaan kijken van, ja, wat zijn nou dingen die voor mij werken? En ja, dat, hè, het feit dat ik al heel erg bezig was met mezelf eigenlijk en met mijn persoonlijke ontwikkeling. En ook van, ja, maar hoe kan ik nou mentaal ook weerbaarder worden? En hoe kan ik nou mijn work-life balance beter krijgen? Ja. Ja, dat is dat is iets wat nooit af is ook. Hè. Dat blijft maar gaan. Maar ik vind het wel, het geeft mij heel veel energie om daar ook mensen... Ja, mee te helpen. En daarom ben ik ook dat boek aan het schrijven. Hè? Want als er ook maar een paar mensen zijn die kunnen leren van de lessen die ik geleerd heb, dan is die missie ook al geslaagd. Maar het liefst wil ik dat natuurlijk veel groter en breder trekken. Ja. En als je nou echt, bijvoorbeeld, wat zijn drie dingen die jou hebben geholpen om, nou, laten we zeggen, gebalanceerder of effectiever in je leven... Drie dingen. Dus, nou, een van de dingen, hè, dus ik denk dat sport en voeding is dan wel één... Sport en voeding zijn al dingen, maar echt gedwongen ontspanning. Okay. Ik heb, dus de grootste tip die ik van Richard Branson mogen ontmoeten. En dat was heel gaaf. Zijn belangrijkste tip was eigenlijk, probeer nou in ieder geval één dag per week... die telefoon gewoon uit te zetten en gewoon helemaal te detachen. En dat lukt me ook nog steeds niet altijd. Okay. Maar ik probeer het wel, weet je wel. Dat ik gewoon inderdaad... De hele dag gewoon... Dat je gewoon erop uitgaat met... Ik heb dan twee kinderen. Nou, dat is twee fantastische zoons. Ja, die jongens die helpen mij ook om te ontspannen. Ik probeer elke dag even met ze te gaan voetballen, weet je wel. Ja, dat zijn van die dingen dat je heel erg... dat even uitzoomen en het is allemaal... Weet je wat, daar gaat het om. Dat is voor mij belangrijk. Die kinderen, dat die een fantastische jeugd hebben. Dat is even dat... Hè, al die zakelijke sores en beslommeringen... die vallen daarbij compleet in het niet. Ja. Dat helpt mij heel erg. Dus een soort lesje... Ja, hè, even van, oké, poot op de grond. En reflectie. Dat je dus jezelf toestaat... om even uit te zoomen... van, hey, wat ik nu aan het doen ben, is dit nu waar ik energie van krijg? En is dit nu mijn purpose? Hè, dat heeft mij ook heel erg geholpen. Dat zou ik ook iedereen aanraden. Ik ben zowel na die burn-out als na de depressie... ben ik met psycholoog gaan praten. Okay. Ja, dan denk je van, ik vond dat heel erg... Nou, falen, ik ga niet met een shrink praten. Ja, ja. Dat is niet aan mij besteed. Nou, geweldig wat ik daar over mezelf geleerd heb. Ieder mens heeft bepaalde mechanismes die hij vanuit zijn jeugd... eigenlijk inzet, hè, coping behavior, om jezelf een beetje voor de gek te houden. Dat houdt je ook op de been, maar wees er bewust van. En laat het niet de overhand krijgen. Hè. Je zit in bepaalde patronen. Waarom doe je dat eigenlijk? Waarom doe je nou wat je doet? Wat zit er nou achter? En dat zijn vaak dingen, hele kleine dingen die je vroeger hebt meegemaakt. Of dingen bepaalde, die je zo aan hebt geleerd. Of, die je zo aan hebt. Ik kom bijvoorbeeld totaal niet tegen kritiek. Als iemand kritiek... Ja. Nu omarm ik kritiek, want ik kan daardoor groeien. Maar vroeger was echt kritiek was iets van... Dat heb ik allemaal persoonlijk. En dat is weer het ding ego. Ik heb een fantastisch boek van Ryan Holiday. Ego is the Enemy. Okay. Dat is echt een aanrader. Iedereen moet dat boek lezen. Geweldig. Ja? Hij ontleed even... Ja, dus dat, wat ik zei, hè, dat ego wat alomvertegenwoordigd is... En, hè, in onze individualistische samenleving ook. Het draait allemaal om ego. En als je jezelf eigenlijk leert gewoon niet zo serieus te nemen... en daar eens even boven kan staan... Ja, dat is geweldig. Dat heeft hij echt op onafvolgbare wijze heeft hij dat gaaf, neergezet. Gaaf. Ja, ja. Hey, en naast Sleep Cycle heb je misschien nog een app die je... Ja, tips. Ieder mens een gewoontedier. Hè? Dus manage je habits. Ik heb ook het boek The Power of Habit. Ja, dat is ook echt een aanrader. Lezen, En ik heb dat is een app die heet Strides. En met Strides kan jij dus letterlijk... je habits managen. Dus dan heb je gewoon... Het zijn eigenlijk... Dus je doet... Het zijn gewoon vinkjes. Hè? Ja. Dus elke dag
heb je dat gedaan of niet? Heb je dat gedaan of niet? Okay. En door er elke dag jezelf er weer op te wijzen, ja, helpt het echt om gewoon die habits, ja, te verbouwen gewoon. Echt compleet te transformeren. En nou ja, je moet dan wel oppassen dat je er niet te veel doet, weet je wel. Ja, dan ben je er te veel mee bezig. Dus je moet daar een beetje een balans in vinden. Dus Strides is echt wel een aanrader om je habits, je gewoontes te managen. Ik had er nog een aantal, even kijken hoor. Zeker. Even kijken. Een andere die echt goed werkt is Brain FM. Dat is een app waarmee je dus focusmuziek en focusgeluiden. Daar ga ik echt heel hard op. Dat is echt. Dit is Calm, die gebruik ik. Ja, die is ook mooi. Dus dan kan je inderdaad. Ik heb dan als ik. Voor verschillende dingen. Dus als ik echt even focuswerk moet doen. Dan zet ik dat ding aan. Nou, dan ga ik echt. Dan kom ik in een flow. En dan ga ik gewoon. Ja, als de brandweer ga ik gewoon. En dat is voor mij ook een soort van ultieme staat van zijn. Weet je wel, dat je ergens mee bezig bent en dat je er zo in zit. Ja. Dat je helemaal niet meer door hebt van, oh, weet je wel, ik was dit aan het doen. En daar helpt muziek mij heel erg bij. Heb je ook, ik heb dat, ik weet niet waar ik vandaan heb, maar dat je hetzelfde nummer herhaalt. Ja, ja. Dus ik heb van Pearl Harbor, zeg maar die filmmuziek, die doe ik dan. Doe je die? Ja. Op repeat. Ja, dat helpt ook. En wat ook, ik heb ook echt allemaal een hele playlist van eigenlijk sets van die, weet je wel, van die ambient music. Of, hoe heet die nou? Ja, background. Je hebt dus, wat voor mij helpt, dat zijn ook, dus een beetje house, een beetje deep house, maar dan met heel weinig vocals. Dus dat, ja, die lyrics ga je, precies, die lyrics ga je weer zitten luisteren. Dus dat helpt. Dus ik heb dus op YouTube echt een playlist. Maar ook die Brain FM die helpt heel erg. Waar ik tegenwoordig ook mee aan het experimenteren ben, dat is gewoon mediteren. Okay. Voor mij was echt mediteren echt zoiets van, ja, ik ga niet op een kleedje zitten. Zo doe ik erop, weet je. Ja. Dat is echt. Maar ik merk gewoon dat als ik het doe, en ik moet dan wel, ik ben echt wat dat betreft, gewoon heel erg blauw daarin. Ja, ik moet gewoon letterlijk guided. Dus ik zet de koptelefoon op. Ja. En ik moet gewoon guided en dan zo'n rustgevende stem. Soms krijg ik wel jeuk van die stem. Ik denk van, oh god. Gebruik je dan Headspace daarvoor? Of heb je... Ik heb Aura en... het is een soort Headspace. Het is een beetje hetzelfde. Ik gebruik volgens mij Simple Habit, heet die bij mij. Ja, je hebt er een aantal. Ja. Wellzen en Aura. Oké. Okay. Ja, en dat zijn dan heb ik weer lifetime deals. Want dan weet je wel, dan ben je... Dat is een beetje mijn guilty pleasure. Dus dan heb ik weer zo'n lifetime deal. Dan kan je dat gewoon onbeperkt blijven gebruiken. En dan heb je al die guided meditations. Ja. En ik merk gewoon serieus bij mezelf dat als ik dat 10 minuten doe... Dat ik heel anders in mijn energie zit op een dag. Ja. En dat is voor mij echt, was echt een eye-opener van... Wow, oké, okay, dus je hoeft helemaal niet... op een kleed te gaan zitten en gewoon... Want dat, daar heb ik gewoon geen... Maar merk je dat verschil zelf ook? Ik doe het wel, maar niet elke dag. Ik doe het niet elke dag. Ik doe het niet altijd. Maar als ik het doe... Ja. Ik krijg dan altijd... Van mijn vriendin die zegt dan altijd... Heb je vanochtend gemediteerd? Want je reageert wel relaxen. Ik zou het echt... En dat is nog steeds iets dat ik... Eigenlijk moet je het gewoon elke dag doen. Je moet jezelf gewoon dwingen om dat te doen. En dat is... Ja, en als we kijken naar de grootste... ik weet niet of Richard Branson, dan weet ik dan niet of hij mediteert. Maar als je kijkt naar Tony Robbins. Iedereen doet het. Alle grote... En ook, ik heb nu een boek... What the Most Successful People Do Before Breakfast. Dat ken ik gelezen. Ja, mooi. En dat zijn ook... En ook dat zij zegt... De paradigmaverschuiving dat je dus niet meer... het in een dag, dus die 24, ga van die 24 uur naar die 168 uur en zie het in een week. En wat kan je in die week allemaal voor elkaar boksen, weet je wel? En wat lukt er niet? En wat lukt er wel? Ik ben nu bezig ook op Cut the Crap, komt een artikel met ook een checklist. Mijn weekreflectie. Dus ik dwing mezelf om één keer in de week gewoon te gaan zitten. Ja. Dan heb ik een soort checklist. En dat, welke dingen hebben je energie gegeven? Waar ben je dankbaar voor? Wat ging er minder? Wat ging er lekker? Waarom? Wat heb je geleerd? Weet je wel? Dus ik ben ook heel erg actief bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Ja. Dat is ook iets wat... Hè, wanneer hebben we nog de tijd om een boek te lezen? Weet je wel? En als je daar jezelf toe dwingt, ga dat boek eens lezen. En doordat je inderdaad er bewust van wordt... Ja. Dan ben je eerder geneigd om wat aan te doen. Ja, heb je dat uit Getting Things Done? Dat was wel grappig. Want Getting Things Done was echt na die burn-out... het eerste wat ik zo ongeveer gelezen heb. Want kijk... Dat is dan weer... Ik ben echt een groot fan. Ik vind het geweldig hoe ze dat... Maar wat je nu vaak hoort was... Ja, nee, maar time management werkt niet. Het gaat... dat is wat Tony Crabb zegt. Het gaat om aandachtsmanagement.
ben ik het deels mee eens, want aandachtsmanagement is ook ontzettend belangrijk. Ja. Maar time management is ook echt heel belangrijk, omdat je, ik zie het echt als een iets van, ja, daar moet je ook iets mee. Je moet je tijd ook gewoon actief ermee bezig zijn. En hoe je dat plant en hoe je dat, ja, daar moet je gewoon wel mee bezig zijn. Dus ja, dus voor mij is persoonlijke ontwikkeling is echt een soort tweede natuur. Ik ben daar heel scherp op, omdat steeds maar zelf mezelf meer te leren en te doen. Ik kan er ook in doorslaan. Dus ik moet er ook mee uitkijken dat ik alleen maar, weet je wel, mezelf aan het meten ben. En dan kan ik weer in zo'n negatieve spiraal. Nee, dus daar ben ik wel scherp op. Maar ik heb niet de illusie dat ik ben uitgeleerd. Omdat ik toevallig dan mijn universitaire diploma heb. Ja. Daar begint het pas, weet je wel. Je bent heel je leven aan het leren. Ja. En dat moeten we onszelf ook realiseren. Dat het nooit stopt. Ik heb ook wel het idee dat persoonlijke ontwikkeling en die boeken, dat ook steeds populairder is, zeg maar, de laatste tijd. Maar misschien heeft dat ook wel mee te maken dat dingen als burn-out, dat meer besproken wordt. En misschien wel een beetje een tegenbeweging. Ja, dus in welk opzicht dan? Dus dat je ziet het als een voordeel of een nadeel in de persoonlijke ontwikkeling? Nee, dat misschien wel, doordat meer over burn-out wordt gesproken, wordt er ook persoonlijke ontwikkeling. Mental health is natuurlijk. Ja. Je hebt er zelfs festivalen. Dat wordt dan even wel een heel veel sausje. En dan ga je met z'n allen yoga. En dan komt Rens, hoe heet ze? Renske Kroes. Ja, komt dan even koken. Ja, weet je, dus dat is het gevaar. En dat is ook wat ik met Cut the Crap wil. Is dat nu heeft, laten we zeggen, bewust zijn, hè? Dus bewuster met dingen omgaan, bewuster met je voeding, bewuster met hoe je in het leven staat. Dat heeft vaak een hoog geitenwolle sokkengehalte. Ja. En dat vind ik ook jammer. Daar probeer ik ook een soort tegenbeweging in te starten, om het wat minder zweverig te maken. Het hoeft helemaal niet te zweverig te zijn. Als ik mediteer, ben ik dan een waaiboom? Ben ik dan een hipster? Nee, want het helpt mij om beter in mijn dag te zitten. Dus het is iets wat een soort van new age / hippie imago heeft. Maar dat is ten onrechte. Kijk, het is wel zo dat al die hippies dat toen in die tijd ook deden. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het iets is om neerbuigend over te doen. Ja. En ik moet je zeggen dat ik daar zelf ook deed aan. Ik vond het ook allemaal niks. Ik vond het ook allemaal dat ik dacht, ja, wat een onzin allemaal. Nee, ik, een aantal jaar geleden, als je mij vroeg van mediteren, dan had ik je uitgelacht. Ja, ja, als jij en ik het al doen, nou ja, in mijn omgeving merk ik het ook dat heel veel mensen het doen. Nou, ja, dus het is wordt gewoon maatschappelijk geaccepteerd. Maar dat is toch eigenlijk ook bijzonder dat we dus blijkbaar, of nou onderbewust is, we zijn blijkbaar geconditioneerd dat dus zweverig is. Hè? Ja. En dat dus iets is wat, dat is toch eigenlijk gek. Ja. Want inderdaad, hè, dus die mentale kwetsbaarheid, falen, het is allemaal output. Dingen die dus zorgen dat je geest, dat je daar balans in krijgt, die zijn raar. Het is eigenlijk heel gek hoe dan die maatschappij helemaal doorspekt is met een soort van paradox. Ja. En dat denk ik dat het ook iets is wat dat nou precies is. Kan ik ook niet helemaal de vinger op leggen. Maar het zit wel diep. Ik vind het wel een goede ontwikkeling. Laten we het afhouden. Dat er nu eindelijk een soort van tegengeluid komt. En we moeten er met z'n allen iets mee. Ja. Want anders vallen we allemaal om. Ja. Ja. Nou, ik ben in ieder geval blij dat het ook... ik ben ook blij dat ik het ontdekt heb überhaupt. Ik merk wel echt het verschil daarin. Ja, mediteerde dan nu. Ja. Hey, en misschien ergens wel een mooi verlengde. Maar je hebt eigenlijk al een beetje beantwoord. Maar wat is jouw definitie van succes? Mijn definitie van succes, ja, die is in die zin breed. Omdat ik als ondernemer is voor mij vrijheid heel erg belangrijk. Dus voor mij is dat vrijheid is onderdeel van succes. Ja. Dus creativiteit. Dus dat ik echt wat mij drijft is creëren op verschillende manieren. Weet je wel, of het nou schrijven van software is of schrijven van een boek of designen. Ik ben echt iemand die daar best wel breed in. Ja. Die creatie, ik vind creatie is heel belangrijk voor mij. Om mezelf te kunnen blijven ontwikkelen daarin. Maar dat wel allemaal op een gebalanceerde manier. En je merkt, geld is voor mij echt totaal geen drijfveer meer. Weet je wel, kijk, ik wou dat ik financieel onafhankelijk is. Bij lange na niet. Maar het is voor mij, is het niet. Vroeger was het voor mij, was echt, succes is geld. Als je dingen doet die je leuk vindt, dan komt dat geld vanzelf wel. Daar ben ik echt van overtuigd. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Om gewoon de dingen doen waar je energie van krijgt.
op een gebalanceerde manier. En hoe, want ik had het ook opgeschreven als vraag. Je hebt ook een andere podcast, daar heb je het ook even over gehad. Dat, zeg maar, dat creativiteit heel belangrijk voor is. Maar uiteindelijk ben je ook bezig met ondernemen in de zin van georganisatorisch of dagelijkse dingen. Ja. Hoe vind je daar een balans in? Nou, dat is een goede vraag. Ik heb zelf dat ik eigenlijk de dagelijkse leiding van mijn onderneming heb ik eigenlijk gefragmenteerd aan freelancers. En we hebben vrienden, ondernemers eigenlijk, die daar weer energie van krijgen. En aan part-timers heb ik dat eigenlijk uitbesteed, om het zo maar te zeggen. Dus ik probeer daar juist van weg te blijven. Ik probeer ook, als het gaat om maatwerksoftwareontwikkeling, daar ook een stuk bij de klant zelf neer te leggen. Hè? Dus dat die zelf ook, daar zijn natuurlijk allemaal prachtige tools voor, om gewoon inderdaad instructies te geven aan de programmeur. Hè? En daar moet je wel zelf in bijsturen. Maar ik probeer dus die dagelijkse... Ik weet gewoon wat mijn manco is. En mijn manco is dat ik geen operations guy ben. Ik ben er gewoon slecht in. Weet je wel, en dat probeer ik. Ik probeer mezelf daar dus weg te houden en juist de dingen te doen die me wel energie geven. Okay. En ook de startups waar ik nu mee bezig ben om die op te zetten. Ja, ik ben echt de IT-guy, weet je wel. Ik ben niet de operations-guy. Ik ga dat niet. En daar ben ik ook heel open over. Okay. Jongens, jullie moeten niet van mij verwachten dat ik de dagelijkse leiding als CEO op ga nemen. Ja, CTO is prima, maar niet CEO. Want dat is wellicht mijn kracht niet. Nee, oké. Okay. Dus, maar dat is ook heel goed als je dat juist weet. Dan kan je daar op anticiperen. Ja, precies. En nu elke nieuwe ondernemer die jij start, kan je daar... Ja, en ook qua verwachting over en weer met partners. Want als je toch... Ja, je zal daar toch ook gewoon open over moeten zijn. En wat mensen heel vaak, wat je vaak ziet, het is allemaal vanuit competenties, ook op LinkedIn. Oh, ik kan dit goed, ik kan dit goed. Maar wat kan je nou niet goed? Dat vind ik eigenlijk veel interessanter. Ja. En dat zouden mensen ook waar bij zichzelf... Waar liggen je zwaktes? En wat zijn dingen waar je... En je hebt daar bepaalde dingen waar je echt wel in kan groeien en in kan verbeteren. Maar sommige, het is op een bepaalde manier ook een dood paard. Van mij ga je nooit een manager maken. Dat is gewoon geen... Dat moet je gewoon niet... Nee, dat gaat niet werken. Maar wel in het innovatieteam of... Dingen inderdaad. Ja, dat gaat werken. En het technische en het creatieve. Daar ligt mijn kracht. Maar niet in het managen en mensen om hun oren slaan met key performance indicatoren. Nee, dat is niet mijn ding. Nee. Okay. Hey, en een ander vraagje. Je vertelde dat je een boek gaat schrijven. Ja. Deels al hebt geschreven. Ja, ja, ja. Je vertelde hiervoor ook al dat je daar toffe ondernemers voor hebt geïnterviewd. Ja, ja. Nou, vraag, welke ondernemers vind jij nou echt inspirerend? Nou ja, ik heb... Richard Branson vind ik echt natuurlijk... Ja, dat is voor mij wel echt een held. Omdat hij dus... Die is zo... Weet je wel, die doet gewoon echt... Ja, hij heeft het beeld is dat hij alleen maar op zijn eiland ligt. Maar dat is echt... Dat is niet waar. Die gast die doet echt alleen maar dingen waar hij energie van krijgt. Dat vind ik heel mooi. En dan 450 bedrijven, weet je wel. Maar hij heeft ook die dagelijkse leiding heeft hij niet. Het is gewoon zijn ding niet. Nee. Wat heel... Gary Vaynerchuk heb ik gesproken. Dat is ook echt een baas. Gaaf. Ja, ik heb... Hoe was dat? Hoe was dat? Ja, die gast die... Ja, die is hij ook... ik heb een haat-liefde-relatie met Gary Vee. Want ik heb dan soms weken dan... Ga ik all in en dan duik ik in die daily V's van hem. En dan daarna heb ik hem verzadigd. Want het is zo intens bij hem. Ja, het is echt zo... intens. Het is heel intens. Maar is hij in het echt ook zo? Ja, hij is echt heel erg gaan, weet je wel. En het door. Ik vind het mooi dat hij, als iemand een vraag stelt... Die gast die kan ratelen en die kan daar zo'n swing aan geven. Ja, ja, dus hij gaat... Maar hij heeft ook niet, hij heeft ook geen last van... Laten we zeggen, een soort van etiket dat hij binnen een bepaald kader moet. Die gaat gewoon. En als hij zin heeft om over, weet ik veel, over dat hij vroeger op eBay dingen verkocht, dan gaat hij daar gewoon. Gaat hij daar gewoon over. Ja, dus het is ook gewoon hoe dat die gaat, maar en dat prachtig. Dus jij hebt één balletje opgegooid en. Ja, geweldig was dat. En ik heb dus ook dus backstage bij Inspiration 360 en ook bij Business Boost Live. Stond ik in het dagprogramma en had ik s'avonds kon ik backstage. Heb ik ook bijvoorbeeld ook een van de oprichters van YouTube gesproken, Chad Hurley. Gaaf, het is ook een baas hoor, die gast. Ja, oh, geweldig. Ja, heel bizar dat je, want hij ziet er echt uit als een surfdude. Dat zie je ook wel een beetje, maar ik had het met hem over, maar weet je wel, is dat dan niet die start-up stress? Geeft dat ook geen stress dat je zo'n bedrijf start en dat het echt... Hij zei ook, je zit gewoon achter zo'n laptop. Maar hij ging dan letterlijk surfen bijvoorbeeld. En gewoon sporten. En dat hielp hem weer op de benen. Sean de Mol ook kort gesproken. Nou, die,
Ja, dat, hè, dan hoor je, ja, nee, dit is echt niet benaderbaar. En ik ben gewoon naartoe gegaan. Ik ben gewoon naartoe gelopen. Van, ja, meneer de Mol, want dat was wel grappig. Hij hield mij ook op een bizarre manier een spiegel voor. Want ik vroeg hem van, maar hoe zorgt u nou dat u geen burn-out krijgt? Ja. Hij zegt, die generatie van jullie, die is eigenlijk alleen maar, hè, die doet veel te veel dingen waar je helemaal geen zin of waar je helemaal niet goed in bent en waar je kracht niet ligt. Ja. Hij zegt, wat ik doe, vind ik het allerleukste wat er bestaat. Daarom ga ik nooit een burn-out krijgen. En ik probeer nog, ja, maar ik had ook van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Nou, dan voel je het toch niet leuk genoeg, weet je wel. Dus het was even zo van... Ja, dat was mooi. Dat was echt... En dat is ook wel leuk, want John de Mol is, denk ik, wel redelijk ouderwetse. Het is natuurlijk wel een vorige generatie ondernemer. Het is in die zin een vorige generatie. Gary Vee is natuurlijk... Maar nee, dat klopt. Maar ik denk ook niet dat het echt met leeftijd samenhangt. Want vergis je niet, Gary Vee is ook al een 40er. Hè? Ja. Dus het is ook niet echt leeftijd. Het is denk ik vooral mindset. Ja. En dat, hè, dat zie je dus bij... bij John de Mol. Ja, die zit daar echt in vanuit zijn passie. Die man die is zo gepassioneerd in wat hij doet. Ja. En dat is toch... Dat is gewoon tijdloos. Dat is echt tijdloos. En je ziet het ook, ik heb ook Mo Gaw dat gesproken. Nou, ontzettend inspirerend. Die man die heeft dus op zijn. Die was heel hoog bij Google. Google X was hij de topman van de innovatiedivisie van Google. Ja, en echt out of the blue, door een medische fout, overleed zijn zoon van 21. Ja, het is echt krankzinnig. En hij heeft dat op een bepaalde manier, is hij daarmee omgegaan, wat zo ongelooflijk bijzonder was. Hij heeft dus dat in een boek, de Solve for Happy. Dus dat is ook echt een aanrader. De logica van geluk is de Nederlandse vertaling. Okay. Geweldig. Echt geweldig. Hij is dat helemaal gaan, hoe hij ermee om is gegaan, is hij dus gaan opschrijven. En hij is nu net is bekend geworden dat hij dus bij Google eigenlijk opstapt om zich helemaal te richten op zijn missie 1 Billion Happy. Ja, dus hij wil een miljard mensen wil die dus gelukkiger maken. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Gaaf. En dat zijn mensen. Ik merk gewoon dat het mij ook heel veel energie geeft om dat soort mensen te spreken. En wat je ook ziet is dat juist doordat die gasten die waar iedereen tegenop kijkt, dat zijn ook gewoon mensen met hun onzekerheden. En die hebben ook zoiets. Ja, maar weet je wel, dat is gewoon heftig, zo'n burn-out. Maar het kan ook weer iets. Tot iets moois leiden of zo. Mentale kwetsbaarheid of heftige dingen die gebeuren tot aan het overlijden van je kind. Ja, hij heeft nu wel een soort van purpose. Hè, en hij is wel met zijn purpose bezig. Terwijl hij eerst alleen maar, en dat komt ook heel mooi naar voren in het boek. Hij was heel erg bezig met, ook vanuit zijn materialistische gedachtes, rijkdom. Ja, hij was miserable, zegt hij letterlijk. Ja. En doordat hij nu echt een totaal andere draai aan heeft gegeven, in de geest van zijn overleden zoon. Ja, dat is prachtig om te zien. Gaaf, ja. Gaaf. Nou, die moet ik dan zeker een keer lezen. Ja, dat is echt een aanrader. Ja, zeker. Okay. Nou ja, eigenlijk een heel mooi brug. Je hebt hem al beantwoord, maar misschien weet je nog meer. Ik eindig altijd de podcast met drie algemene vragen. Ja. Je zegt net, dat boek zou je zeker moeten lezen. Heb je misschien nog andere? En dan... Het kan ook een podcast zijn, misschien een Netflix. Ik had wat ik al noemde. Dus Ego is the Enemy van Ryan Holiday. Ja. The Obstacle is the Way van Ryan Holiday. Dat is ook heel bijzonder, want dat boek dat is eigenlijk... Ja, dan zegt hij dus de obstakels die we moeten... Er komen allemaal dingen op ons pad. Hoe gaan we ermee om? En we moeten juist eigenlijk die obstakels omarmen. En ik zie dat nu ook bij mezelf. Wat er dus gebeurd is dat ik... He, dus die burn-out, door daar open over te zijn en gewoon scheid te hebben en gewoon het oude niet open, ben ik nu eigenlijk een nieuwe carrière begonnen als spreker. Yeah. Ja, en dat zijn echt van die dingen. Dat was nooit gebeurd als ik die burn-out niet had gehad en als ik daar niet gewoon open over was geweest. En dat zijn dus, omarmen ook de obstakels die op je pad komen, want dat is ook een... Het leidt altijd naar iets mooiers. Het is zo hoe je ermee omgaat. Geloof jij dan ook dat alles voor een reden gebeurt? Nou ja, het is meer zo... Alles voor een reden. Ik geloof niet dat alles vooraf bepaald is. Ik geloof wel dat het... hoe zal ik dat zeggen? Je kan overal een les uithalen. Je kan overal een les uithalen. Maar het is ook zo dat bepaalde... Dat de dingen die op ons pad komen... Er zit ook een bepaalde soort randomness in. Maar het is ook hoe je met bepaalde dingen omgaat. Het komt overal weer terug. Het komt op een goede manier bij je terug. En dat heeft wel... Ja, daar ben je wel zelf bij. Ja. Okay. Het is niet voor niks voor niks. En... Ik geloof, ik weet ook niet of ik geloof dat alles al inderdaad voorbepaald is.
Maar ik denk wel dat... dat je overal... je komt altijd sterker... toch? Wat zeggen ze ook alweer? Wat je niet doodt, dat ja, maakt je alleen maar sterker. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dus het is zo dat... Ja, en het, maar ook een soort van... En dit, hè, je carrière of je leven is ook niet zo, hè? Nee, het is altijd dit. En het is ook nooit dat je... Als je ergens wil komen, is het nooit een rechte lijn. Nee. Het is altijd een soort van kronkelpad. En ja, dat moet je ook voor kennisgeving aan dat het zo is. Ja. En dan moet je ook niet door uit het veld laten slaan. Ja, dat is echt heel belangrijk. Nee, en verder... nou, The Power of Habit. Dat is een aanrader. Ja, en als ik eindelijk dat boek zelf nou eens een keer schrijf. Ja, dat is voor mij wel een ding geweest. Zodat ik bij mezelf ook merkte. En dat, hè, dus dat het lastige van zo'n rouwproces. Want wat gebeurde er bij mij? Ik was met dat boek bezig en overleed mijn broertje. Ja, en ik wilde dat boek opdragen aan Christian. Dus wat gebeurde er? Ik schoot in een soort van... Ja, ik ben al een perfectionist. Ja. Maar toen werd die perfectie alleen nog maar meer. Want dat boek, dat zou echt... Dat moest geweldig worden, anders kon ik het niet aan hem opdragen. En dat was echt een ja, dat heeft me echt genekt in 2017. Omdat ik toen, ik heb nauwelijks een letter op papier gekregen. Nu ben ik begonnen met, dus Cut the Crap.me gaat het boek heten. Als een soort van knipoog naar mezelf en ook naar de prestatiemaatschappij. In de zin van, hey, let's cut the crap altogether. Laten we gewoon kappen met, ja, weet je wel, al die bullshit. En gewoon de dingen bij naam noemen hoe het echt is. Maar ook stop ook met tegen jezelf te liegen. En ga, wees eens eerlijk tegen jezelf. Ben je alleen maar je werk aan het doen omdat je je hypotheek moet betalen of omdat het je purpose is? Ja. Dat is een beetje de dubbelzinnigheid van het titel. En ik ben eigenlijk als voorloper op dat boek ben ik dus het platform Crap.me gestart. En daar dwing ik mezelf om daar dus inderdaad blogs en dingen op te zetten. Eigenlijk als voorpublicatie voor dat boek. En het moet nu eindelijk in het najaar af zijn. Ja. En ga je dat als ondernemer, ga je dat zelf uitbrengen? Ik vrees dat ik het in eigen beheer ga doen. Ja, ik ben wel aan het kijken en aan het oriënteren. Maar de uitgeverbranche, het is bizar hoe gesloten dat is. Het is echt een soort, ja, weet je, een soort kartel. Want dan zeggen ze, ja, er is één uitgeverscontract. Dan denk ik, oké, maar dat is... Ja, ik heb toevallig in vorig jaar een boek uitgebracht over koffie. Okay. En toen heb ik ook besloten om het zelf te doen. Eigenlijk om deze reden. Ja. Ja, want je kwam er ook achter dat het... Nou ja, je bent sowieso... Het was bij mij allemaal klein, hè, dus je bent niet heel relevant voor een uitgeverij. Maar als je kijkt wat zij erop pakken... Dat is niet normaal, hè? Ja. Je wordt gewoon afgescheept met, wat is het, 15%? Ja, maar het nog ineens, soms is het 10 of minder. Ja. Ja, en jij kan al die PR precies, doen, hè? Precies, jij loopt precies. Erin, hè? En vroeger was het nog zo, dan kreeg je een budget of dan gingen zij doen. Nou, tegenwoordig, maar dat is ook bijvoorbeeld in de muziekbranche. Vroeger kreeg je een contract voor 3 albums en kreeg je... signing bonus en nu is het maak het maar en als we het leuk vinden dan geven we het uit en dan promoten. En dan precies en dan misschien als het dan gaat verkopen dan hou je zelf. En tegenwoordig met bol.com en met je hebt ook een soort van daar heb je vast wel je hebt een aantal bedrijven die voor jou dan dan krijg je wel het nummer want je moet om in boeken of in winkels te krijgen moet je een je hebt ook nog een om in het centrale boekenmagazijn dan moet je een bepaald nummer voor en dat kost relatief veel geld. Ja. En daarom is het relevant om bij een uitgeverij te zitten. Ja. Maar je hebt nu ook weer een soort van corporaties die daar weer tussen die delen dan dat nummer. Ja, dan betaal je gewoon een kleine fee. Ja. Ja, dat is ook een goeie. Dan moet ik eens even... Ja, er zijn er genoeg. Maar zelf uitgeven is leuk natuurlijk. Ja, dat is wel, ik moet wel zeggen dat het ondernemers... Dan is het cut the crap uitgeverijen. Precies, dat is mooi. Nee, dus dat, ik denk dat het wel die kant op gaat... Ja, en weet je, ik ben gewoon aan het doorschrijven. Ik heb al echt veel interviews gedaan al. Dus dat, maar het blijft toch een strijd met mezelf en het perfectionisme van... Hè, maar ik moet nu gewoon dit najaar is het gewoon... Ik heb op een gegeven moment hoe ik het heb gedaan, want ik herken dit wel. En ik was ook elke keer aan het herschrijven. Ik denk dat ik 7 boeken heb geschreven. Ja, in totaal. Geloof ik. Maar ik heb op een gegeven moment iemand erbij gehaald en die heeft voor mij de taal gecheckt. En die heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd... Nou, je mag hem nog 1 keer bij me inleveren en daarna gaat hij naar de... Net een scriptie, hè? Ja, die moet ik dan nog schrijven. Ja, dus dat wordt ook een wordt boek geschreven van de scriptie. Dat vind ik wel een mooie. Ja. Hey, en laatste 2 vragen. Ja? Eerst, waar kunnen we jou... Nou ja, en je platform heb je net al een beetje gedaan. Waar kunnen we je online vinden? Cutthecrap.me. Ja, dat is de centrale plek waar alles samenkomt. Ja, en er komt dus inderdaad... Hè, er komen...
ja, stukjes van mijn boek komen daar al op. Interviews, ik ga ook video's erop zetten. En, ja, en dat is op 1 januari gelanceerd met een open boek of een open brief aan mijn broertje. Ja, en weet je, ik wilde ook gewoon in de geest van Christian dat, ja, een soort van positieve draai geven. En daar, ja, kijk, want dat is gewoon heftig als je dan zo'n jaar, dan denk je ook van, ja, maar mijn broertje, had die dit gewild? Ook al was die anderhalf, had die gewild dat ik bij de pakken neer ging zitten? Nee, die wil daar ook, hè, die zou dat ook. Dus in zijn geest probeer ik het ook, ja, echt iets positiefs van te maken. Ja. Nou, dan geeft misschien jou ook wel de motivatie om elke keer weer echt... Ja, ervoor te gaan zitten. Ja, en, ja, absoluut. Leuk. Zeker. Gaaf. Hey, en laatste vraag, en die is dan weer voor mij. Wie zou ik volgens jou nog moeten interviewen? Ja. En dat mag ook iemand zijn die... Nou ja, Richard Branson sowieso, ja, natuurlijk. Ja, dat is lastig, man. Richard Branson. Als je ertussen kan komen. Ja, precies. Gary Vee staat ook nog in de lijst. Ja. Tim Ferriss. Ja, oh, wat een held is dat ook. Ja. Nou ja, dat zijn inderdaad wel de namen waarvan ik denk, wow, als dat lukt. En wie vind jij in Nederland heel inspirerend? Wie vind jij qua bedrijf of qua... Nou, ik heb Nalden ook gesproken. Nee. Ja, dat is echt, vind ik ook een hele mooie gast. Echt een authentieke baas. En... ja, weet je, dus bij mij is het, ik heb al die interviews gedaan voor dat moment eigenlijk, voor dat jaar, wat het tussenjaar. Ja. Dus ik zit nu ook heel erg te kijken van oké, ik moet het allemaal weer nieuw leven inblazen en het allemaal weer, want ik ben er echt, echt even uit geweest. Maar dat is ook wel een hele inspirerende. En er zijn echt, er zijn wel een hoop mensen. Ik zal je sowieso wel even, ik ga er wel even over nadenken. Dat is goed. Want dat is inderdaad, je had het gemaild, maar... Nu je het zo zegt, ja, ik moet even... Ja, ik ga daar even... Ja, komt wel, komt wel. Want wat is jouw... qua thema... Jij zit er wat breder in voor. Ja, het is ondernemers of creatives. Dat is zeg maar mijn... Dat is jouw... En eigenlijk gewoon mensen die toffe dingen doen. Ja. Ik denk dat dat het overkoepelen is. En waar ik heel erg... Nou, wat net zoals bij jou waar we het over hebben gehad... is dat het proces, hè, waar... Ja. Het is heel leuk. En net zoals jij zegt, John de Mol en Gary zijn ook gewoon mensen en hebben ook problemen. En dat wil ik graag in kaart brengen. Dat je dus inderdaad een mens achter de, de onderneming. En die Precies. Ja, vet. Ja, leuk, man. Hey, dankjewel voor je komst. Ja, nou, graag gedaan. Heel erg, heel veel succes met je boek. Dankjewel. En met je platform. Dankjewel. Heel gaaf. Heel veel succes. Tof. Dankjewel. Tof dat je wat je doet.